Onder leiding van Carla Boetius gaat de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, een nieuw tijdperk tegemoet. Zij is zaterdag bij acclamatie gekozen tot de nieuwe voorzitter van de organisatie. Boetius neemt over van Wilfred Lewin, die de afgelopen 6 jaren de leiding van de SVJ had. Het nieuwe bestuur bestaat verder uit Edward Troon, Harvey Panka, Rachel van der Kooijen, Tatjana Muskiet en Safira Arnhem. Er kwam vaart in het verkiezen van een nieuw bestuur nadat een aantal journalisten hun ontevredenheid uitten over de inactiviteit van de vereniging. Er is toen actie ondernomen om een doorstart te maken en daar een bestuursverkiezingen te houden. Deze vonden afgelopen zaterdag uiteindelijk plaats. Volgens Boetius is het nu belangrijk dat de organisatie weer die plek laat inneemt die het vroeger had. Waarbij je ieder wist van, er is een stem voor de journalistiek. Er is een stem wanneer je komt aan rechten van mediawerkers, van journalisten. Dan is er een organisatie die waakt dat die rechten goed behartigd worden. Dus die plaats gaat de SVJ weer innemen. Oké. En de vraag rijst, waarom heeft mevrouw Boetius gekozen om zichzelf als voorzitter voor te schuiven? Je bent nu gekozen, maar waarom? De eerste plaats, ik heb mezelf niet naar voren geschoven. Ik ben gevraagd door verschillende leden en ik moet zeggen door de ervaren, iets wat oudere leden, maar ook door de jonge, opkomende leden is mij gevraagd van waarom ga je er niet voor? En na veel beraadslagingen, adviezen ingewonnen te hebben, nou ben ik tot de conclusie gekomen van luister, ik ga die ondersteuning krijgen, dus ik denk dat ik ervoor kan gaan. Volgens penningmeester Panka is er al een beeld hoe het beleidsplan van het nieuwe bestuur eruit moet zien. Er zullen onder meer trainingen en ook bewustwordingsactiviteiten voor journalisten worden georganiseerd, waarbij er onder andere informatie over de vereniging zal worden verstrekt, zegt hij. We gaan bewustwordingsactiviteiten organiseren. En we gaan langs bij de verschillende mediahuizen. Bewustwording waarom? Omdat misschien mensen er misschien te makkelijk over gaan. Maar dat de vereniging bijna in een winterslaap was gedompeld, moeten we echt de handen in eigen boezem steken. Want er werden vergaderingen geconfiseerd, maar simpel gingen we niet. Ja toch, ik weet niet of mensen reden hadden om te gaan of ze gewoonweg niet gaan. Maar als je behoort tot de organisatie en je wordt geconfiseerd voor een vergadering die statutair is vastgelegd, dan moet je gaan. Moet je daar je punt maken. Mensen gingen niet. Dus wat wij moeten doen is, we moeten niet denken er is een nieuw bestuur en alles gaat als donderslag bij heldere hemel veranderen. Dat gaat zeker niet gebeuren. Wij gaan opstaan, wij zijn al opgestaan. Dus we gaan naar de mensen toe om ze tenminste bewuster van te maken waarom je actief moet participeren, zoals de voorzitter eerder zei. Van, het is een organisatie die je backing geeft. Weet je, vooral in deze politieke tijd waarin we leven. Wanneer mensen zeggen van dit mag niet, dat mag niet, dan moet er een organisatie zijn die erop wijst dat op basis van onze democratische rechtsstaat, op basis van wetgeving, dat wij bepaalde dingen wel mogen of niet mogen. Harvey Panka, penningmeester van de SVJ. Hij maakt vanaf afgelopen zaterdag samen met Carla Boetius deel uit van het nieuwe bestuur van de Surinaamse Vereniging van Journalisten.